Een belangrijk literair genre uit de 17e eeuw, dat zijn de emblemen, de embleembundels. En de bedoeling van zo'n embleembundel, of van een embleem in zijn algemeenheid, is dat je een afbeelding hebt en een spreuk erboven en een uitleg eronder. En bij elkaar vormt dat een soort raadsel dat je dus door middel van gesprekken onderling met elkaar kunt oplossen. Of dat je er zelf over nadenkt, maar ik denk dat het leuker is om dat als gezelschapsspel te zien, om dat samen te doen. En sommige van die embleembundels zijn heel erg ingewikkeld. Die zijn dan ook bijvoorbeeld in het Latijn geschreven, dus dat is echt voor een soort van intellectuele bovenlaag van de bevolking. Je hebt hele religieuze embleembundels, je hebt hele literaire en voor alles nog wat ertussenin. En een hele mooie, ja, Nederlandse, eigenlijk misschien wel typisch Nederlandse, is van Roemer Visser. Het boekje heet Zinnenpoppen uit 1614. En zinnenpoppen, pop betekent afbeelding en zin betekent betekenis of karaktereigenschap kan het betekenen. Of als je dus ergens zin in hebt, daar zitten we het over. Of karaktertrek, daar in die kant moeten we. Dus het zijn afbeeldingen waarin meer wordt uitgebeeld dan wat er uitgebeeld is. Er zit dus iets achter. Er zit een zin zit er achter. Er zit een betekenis achter. Dat betekent zo ongeveer zinnenpoppen. Het is geen werkwoord, hè? Dus we zijn niet gisteren aan het zinnenpoppen geweest. Zeker niet. Hè? Pop jij ook nog zin? Dat betekent het niet. Het zijn betekenisvolle afbeeldingen. Maar waar veel de wat literairdere embleemschrijvers en afbeeldingmakers mee bezig waren, was het om het soort raadslachtig te maken. Dus de afbeelding en de tekst moesten elkaar niet tegenspreken, dat ook niet, maar moesten elkaar aanvullen. En dat zie je bij Roemer Visser niet. En dat maakt het misschien ook wel, nou ja, misschien toch wel typisch Nederlands. Dus de moraal zit er heel erg dik bovenop. Dus het plaatje krijgt ook zijn uitleg in de tekst eronder. Bijvoorbeeld, hier zien we iemand die een kous aantrekt. En als je een kous aantrekt, dat weet denk ik ook eigenlijk wel iedereen, ook al trek je niet altijd kousen aan, dan moet je dat voorzichtig doen. Dus hier blijkt ook al wel uit het plaatje dat je voorzichtig je kous moet aantrekken, dat je niet met geweld moet doen, maar dat je dat met kleine beetjes tegelijkertijd moet doen. En wat staat er dan onder? Al saf je het zoetjens, die een kous die vast om het been sluiten zal aantrekken wil, die moet met langzinnigheid te werken gaan. Dan zo hij met fortse of haastigheid wil voortvaren, zal de hiel daardoor scheuren en met een gelapte hoze ter feest te gaan. Waarbij men verstaat dat er veel dingen zijn die de langmoedige kloekaard uitvoeren zal, dat de korsle heethoofd met schande zal laten steken. Ja, zit er nog wel een klein beetje in, maar eerst wordt wel heel erg uitgelegd wat er staat. En dat is, nou ja, jammer is dat niet, want dat is de stijl van Roemer Visser wat hij doet. Hij legt het er lekker dik bovenop. Dat is soms ook wel eens prettig, dat je niet al te veel hoeft na te denken. Het zijn de wat makkelijkere emblemen die Roemer Visser maakt. Nou ja, makkelijk. Hij is wat uitleggerig en dat is soms heel erg prettig. Of hier, kalfje spaart u hooi. Dan zien we een vuurpot en iemand met vlammetjes eruit en iemand met een handje zo dooft dat. Want wat is de wijze les daarvan? Hier ziet gij ene zuinige aard van de raadzame lieden die de geglommen kolen van haar overschietende vier in een koolpot smoren, opdat ze niet zouden vergaan zonder enig nut te doen. Vermaande elk een zijn goed in tijd te sparen, opdat men in de oude dagen geen gebrek zouden hebben. Nou, erg uitleggen. En wat moet je dus doen als je dus een vuurpot hebt om het warm te maken en hij is niet meer nodig omdat je het warm gekregen hebt of omdat je misschien naar een ander vertrek gaat in huis of sowieso weggaat. Doof dan die kolen, zodat die kolen niet nutteloos branden. En zo moet je dat dan ook doen en zo spaar je die kolen uit en zo moet je dat dan ook doen voor je latere leeftijd. Je moet nu sparen, zodat je later eigenlijk een pensioen hebt. En dat zijn heel veel van dit soort wijze lessen zien we in het boekje Zinnenpoppen van Roemer Visser. En het leuke van deze emblemen is dat ze juist eigenlijk zo duidelijk zijn. En dat ze toch ook nog steeds, zitten er heel veel bij die gewoon nu nog steeds geld, hè, gooi je geld niet over de balk. Wees zuinig, spaar ook voor later. Dat zijn
Ja, dat zijn regels, dat zijn aanwijzingen waar we nog steeds wat aan hebben. Dus wat dat betreft is de zinnenpoppen van Roemer Visser doorstaat toch echt wel, heeft echt wel de tijd doorstaan.